Wanneer banden en spieren in uw onderlichaam slapper worden, kan de baarmoeder of de binnenkant van de vagina uitzakken. De baarmoedermond komt dan als het ware steeds lager in de vagina te liggen. In ernstige gevallen kan de baarmoedermond zelfs uit de vagina naar buiten komen. Ook de blaas en de endeldarm kunnen verzakken. Ze zorgen dan voor een bolling in de vagina. Een pessarium kan helpen bij een verzakking, vooral bij een verzakking van de blaas en van de baarmoeder. Een pessarium houdt de baarmoeder op zijn plaats en kan ervoor zorgen dat u geen of minder last heeft van urineverlies. Ringvormige pessaria worden het meeste gebruikt. Ze kunnen 3 tot 6 maanden blijven zitten. Daarna moet uw huisarts het ringpessarium schoonmaken. Het ringpessarium is een ring van buigbare kunststof. De huisarts kan de ring in de vagina plaatsen om de baarmoedermond. De ring steunt op een laag spieren. We noemen dat de bekkenbodem. De baarmoeder blijft op de ring hangen en zakt niet meer. Voor een pessarium gaat u naar de huisarts. En voor het inbrengen van een pessarium moet uw blaas leeg zijn. Zorg dus dat u vlak vooraf even plast. De huisarts doet inwendig onderzoek en meet op die manier welke maat pessarium u nodig heeft. Vooraf wordt het pessarium verwarmd onder de warme kraan. De huisarts knijpt het samen, doet er glijmiddel op en brengt hem voorzichtig in uw vagina. Als de huisarts het pessarium loslaat, wordt het weer rond. Om te controleren of het pessarium goed zit, moet u even persen, een stukje rondlopen en proberen of u goed kunt plassen. Als een pessariumring goed past, merkt u er niets van. Ook tijdens seks zullen u en uw partner over het algemeen niets merken van een pessarium. Soms kan een pessarium irritatie of drukplekken op de vaginawand geven. U kunt dan afscheiding of bloedverlies krijgen. Als een pessarium pijn doet, is het te groot of zit het niet goed. Een te klein pessarium kan uit de vagina naar buiten komen, bijvoorbeeld tijdens persen op het toilet. Als u wilt, kunt u een ringpessarium er zelf uithalen en zelf inbrengen. U kunt de ring dan ook zelf schoonmaken. U zet 1 been op een stoel of bijvoorbeeld op de badrand. Zorg dat u stevig staat en niet uit kunt glijden op een gladde badkamervloer. U kunt de ring met 1 vinger pakken door hem aan te haken. Trek de ring voorzichtig naar buiten. U kunt de ring schoonspoelen met warm kraanwater. Om de ring weer in te brengen, knijpt u de ring samen. U kunt er wat glijmiddel of water op doen. Duw de ring zachtjes naar binnen. Zodra u de ring loslaat, wordt hij weer rond en gaat dan meestal vanzelf goed zitten. Daarna kunt u de ring zelf wat verschuiven of draaien tot u de ring niet meer voelt zitten, dan zit hij goed. Om het verwijderen en inbrengen te leren is het goed om een keer te oefenen bij uw huisarts. De huisarts kan het dan stap voor stap uitleggen.